Vandaag zijn we bij Optifloor Creating Orchids, het Phalaenopsis productiebedrijf dat sinds 2000 Phalaenopsis produceert. Ik ga jullie het een en ander vertellen over de verschillende soorten Phalaenopsis, verschillende vormen Phalaenopsis, alle toepassingsmogelijkheden en tenslotte wordt er nog wat verteld over de nieuwe concepten die bij Optifloor het laatste jaar in productie zijn gekomen en nog enkele noviteiten die in de toekomst leverbaar worden. Hier staan we voor de verzameling Native Collection. Dit zijn de orchideeën die Optifloor kweekt, maar zonder ze te stokken. De takken worden dus niet voorzien van een stok, zodat ze op een natuurlijke wijze kunnen groeien en dus ook een natuurlijke bloeiwijze vertonen. Er zijn verschillende kleuren, soorten en maten in beschikbaar, van pot 9, pot 12, in alle kleuren die je hier ziet staan. Daarnaast hebben ze ook een concept met een groene plant in de pot. Dat is deze. Er staat hier een Nolina bijgeplant, zodat je een combinatie hebt van een bloeiende en een groene plant. Er zijn diverse vormen die worden voorzien van een watermeter. Daar staat dus aqua op de pot, zodat je kan zien hoeveel water de plant nodig heeft, zodat je hem in ieder geval niet verdrinkt. Hier zien we nog twee bijzondere vormen Phalaenopsis die Optifloor maakt, de Balletto en de Fontano. Deze zijn exclusief bij Optifloor. Je ziet hier dat er een fontein aan bloemen naar beneden groeit. Ze zijn verkrijgbaar in alleen de kleur wit met gele lip. En de Balletto, dat is eigenlijk een soort spiraal waarbij enorm veel bloemen aan de bovenkant in bloei komen, zodat je een prachtig exemplaar op tafel kan zetten. Hier staan we bij een aantal soorten Multiflora die Optifloor uitgekozen heeft en onder de noemer Optimost in de markt worden gezet. Het zijn de soorten die Optifloor als beste heeft gekwalificeerd. Daarbij vind je roze, paarse, witte, gele, tweekleurige. Zoals je ziet hebben ze een enorme bloemenrijkdom. Ze zijn vertakt, compact en ze passen dus precies in het concept van de Multiflora zoals Optifloor die graag wil zien. Hier hebben we een aantal soorten Multiflora die onder de lijn Exclusivo vallen. Dit zijn de exclusieve Multiflora soorten die Optifloor kweekt, waarbij gelet wordt op kleur, kleurstelling en vorm. Dan zien we hier een soort wat nieuw op de markt gaat komen. Het zijn soorten met een fantastische herfstkleur, oranje, rood, tweekleurig. Dit zijn echt toppers. Hier zien we een concept wat Optifloor ontwikkelt, waarbij de takken niet gestokt worden. Deze planten groeien van nature compact en hebben heel veel knoppen op de zijtakken en op de hoofdtak, waardoor het echt als een bos bloemen op een steel lijkt. Er zijn hier dus verschillende soorten in die speciaal worden geselecteerd. Deze serie heet Fridanzo. Optifloor selecteert soorten die geur geven of die geuren. Deze soorten die ruiken naar vanille. Deze geuren op dagen dat de zon schijnt. Als het dag overdag is en de zon schijnt, kun je deze bloemen ruiken in heel de woonkamer. Zoals je hier ziet, zie je de diverse kleuren die ontwikkeld zijn. En die gaan de markt op onder de noemer Fragrance. Hier zien we het assortiment potje 7. De 7 centimeter met waterstik is een potmaat of een sortering die Optifloor heeft ontwikkeld en waarmee ze heel erg succesvol zijn. Je ziet ook een enorm scala aan kleuren en bloemvormen en dit product dat zit echt in de lift. Hier zien we een aantal soorten witte Phalaenopsis die Optifloor geselecteerd heeft met grote bloemen en voldoende knoppen. Dit is een soort dat heet Lazy Sunday en is nog niet op de markt, maar komt wel binnenkort. Het is een fantastische plant met enorme grote witte bloemen zonder zijtakken, maar wel fantastische slierten van bloemen als hij helemaal openkomt. Dan zien we hier een wit soort dat heet Dame Blanche. Het contrast tussen de bloem en de gele lip is groot
En dit is echt een runner. Dit soort wordt veel verkocht en is ook echt heel decoratief. Hier hebben we het soort Leeds. Dat is een soort met witte bloemen, een 9 centimeter in diameter, met vertakkingen en donkere stelen. Er zijn in de witte variant verschillende soorten. Er zijn soorten met groene stelen en soorten met donkere stelen. Als nieuwkomer het soort Serena. Vind ik zelf een hele fraaie, compacte witte met grote bloemen, maar ook met vertakkingen. Qua plantopbouw super, qua hoogte super. Ik vind dit een topper. Voorheen waren de witte Phalaenopsissen heel erg geliefd en gewild. Er werd ook meer voor betaald. Tegenwoordig zien we wel dat er wat minder vraag is naar wit. Maar voor goede witte rassen zal altijd de markt blijven. Een nieuwe ontwikkeling in de Phalaenopsis is de Phalaenopsis Big Lip, ofwel Manta Maori genoemd. Je ziet dus een Phalaenopsis bloem met een grote lip. Ja, dit is nieuwe genetica, daar wordt op geselecteerd. Deze plant heeft een lip in dezelfde kleur als de bloem, maar er bestaan diverse varianten, zoals achter mij te zien is. Het is een nieuw verkoopargument, het is een nieuwe vorm van Phalaenopsis, maar qua plant en qua houdbaarheid is er geen verschil met de standaard Phalaenopsis. Hier zien we de Phalaenopsis Singolo, een speciaal item van Optiflor, waarbij de tak is afgeknipt na de eerste knop. Dus alleen de eerste bloemknop groeit uit tot een grote bloem, waarbij we hier de natuurlijke kleur zien en waarbij er tegenwoordig soorten zijn die geverfd worden of van een speciale kleur worden voorzien, zodat er een enorme variatie in kleuren ontstaat. Het is een speciaal item. Deze bloem bloeit 2,5 tot 3 maanden. Hier zien we de Phalaenopsis Royal Family, waarbij hier de Formidablo wordt getoond. De Formidablo is er in pot 9, 12 en 15, waarbij bij een grotere potmaat de bloemtak meer knoppen bevat en dus langer is. Het zijn zeer exclusieve Phalaenopsissen die speciaal worden geleid, zodat ze dit uiterlijk krijgen als een waterval. Deze planten kunnen ook in een decoratieve pot, zoals ik hier in mijn handen heb, worden gebruikt als business orchidee. Hier staan alle Phalaenopsissen in verschillende vormen die gebruikt kunnen worden in kantoren, bij hotels, op balies. Die zijn eenvoudig in onderhoud. Er zit een watergeefsysteem in iedere pot en daardoor kunnen de planten makkelijk een maand zonder verzorging overleven en bloeien. Hier zien we de Phalaenopsis Formidablo met 3 planten in een pot. Deze is heel eenvoudig neer te zetten. Iedere maand water geven. Er zit een watermeter in waarmee je kan zien of de plant voldoende water heeft. Hier worden dus 4 Phalaenopsis Santos in een grote witte pot gezet. Je ziet hier een input voor water, waardoor het heel eenvoudig is om deze pot water te geven. En door middel van de watermeter kun je dus zien of de plant voldoende water heeft of dat hij water nodig heeft. Hij kan 3 tot 4 maanden zonder al te veel verzorging bloeien.